Dit is de Toshiba Chameleo S30, een pocketcamera. En pocketcamera's zijn om mee te nemen, dus dat gaan we doen. Dit is de Toshiba Chameleo S30 dus. En dat is een hele handzame pocketcamera. Zoals je kunt zien. Zo, zo, en zo, en zo. En het schermpje kan dus alle kanten opdraaien. Het is een 8 megapixel camera die een Full HD kan opnemen. Met 16 keer digitale zoom en kan heel makkelijk uploaden naar YouTube. De cameraman filmt nu met een echte professionele camera van Sony en met de Toshiba Chameleo S30. En het verschil is heel duidelijk te zien. Het design is best leuk. Hij is plat, hij is handzaam, het schermpje kan alle kanten opkantelen. Kijk, tadaa! Hallo! En ook weer terug. Dat betekent dat als je dus eventjes de andere kant op wilt, je wilt namelijk zo naar beneden, kijk, schoenen, kan ik nog steeds zonder me in rare bochten te wringen zien wat er op het filmpje komt te staan. De beeldkwaliteit van het schermpje is vrij aardig, al krijg je niet helemaal een goed beeld van wat er uiteindelijk op de video komt te staan. Omdat het schermpje toch maar 3 inch is en het aantal pixels niet zo heel hoog. Je kunt met de S30 ook foto's maken. Dat doe je door een knopje aan de zijkant in te drukken, hier. En dan kun je wisselen tussen video en foto. En de kwaliteit is aardig. Een beetje wat je standaard krijgt als je met een pocketcamera foto's probeert te maken. De adviesprijs van de Toshiba Chameleo S30 is zo'n €170. En daarvoor krijg je een Full HD, 8 megapixel, 16 keer digitale zoom, 3 inch touchpanel en YouTube ready. Pocketcamera. Helaas is de beeldkwaliteit niet echt om over naar huis te schrijven.